Zo, Leroy, je staat al een beetje te koken. Je bent al aardig van plek. Ja. Ik wil zo graag weten wat je gaat doen natuurlijk zo meteen. En hoe je die 10 minuten nou echt uitzendwaardig gaat maken. Het gerecht wat ik ga maken, dat is banh mi. Heet dat. Dat is een Vietnamese sandwich. Mijn broer, dit was echt zijn favoriete gerecht. En ik zeg was, want mijn broer die is vorig jaar helaas overleden aan de gevolgen van kanker. En elke keer als ik dit gerecht maak, dan denk ik terug aan die moment hoe hij daar zo enorm van genoot. En ja, dat brengt bij mij toch nog weer even een stukje vreugde naar boven. Denk van, oh, hoe hij aan het genieten was. Ik zie dat dan gelijk weer voor me, hoe hij bij ons aan de keukentafel zit. Toen ik het Martijn vertelde, het verhaal over mijn broer, toen was inderdaad wel een klein stukje opluchting aan mijn zijde. Je haalt hem eigenlijk naar je toe. Ja, klopt. Daarmee. Wat mooi, man. Dus het is niet voor mij alleen even een gerechtje, maar er zit meer achter dan dan dat het lekker is, zeg maar.